Aad. Die zit helemaal aan de andere kant van het gebouw. Oh, waar kan ik meester Aad vinden? Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, meester Aad. Hallo. Waarom staat u niet voor de klas? Ik heb een Leo-stage, heren. Oh, wat is het hier warm. Hebben jullie een proefwerk? Nee. Is het hier altijd zo warm? Ja. Ligt dat aan meester Aad? Ja. We gaan kijken of u het Willem Wever meester keurmerk verdient. Go meester! Go meester! Go meester! Nou heb ik begrepen dat u heel sportief bent. Klopt, ja. Komt goed uit. Ja. U houdt van voetbal. Voetballen, hardlopen. Zeker fanatieke Ajax-aanhanger. Feyenoord. Vast fout. Nee hoor. Dankjewel. U heeft zelf ook op voetbal gezeten. Klopt. Even een balletje boog hoog houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, 6 is wel even genoeg. Maar 6, dat is wel een mooie overgang naar het volgende. Want ik ga u 10 vragen stellen in 1 minuut. Okay. Heeft u 6 vragen goed beantwoord, dan verdient u met recht dit keurmerk en krijgt u deze overheerlijke taart die ik vanmorgen zelf nog heb gebakken. Dat geloof ik. Wink wink. Nee. Juist. Heeft u minder dan 6 vragen goed, dan krijgt u natuurlijk niet het keurmerk. En dan gaat die taart, die gaat naar de leerlingen. En ja, ik heb al een beetje een vermoeden wat deze leerlingen met die taart gaan doen. Dan gaat de tijd nu lopen. Vraag 1. Wanneer werd Feyenoord, jouw club, voor het eerst landskampioen? Goedemorgen. Dat was 1945. Oei, 1924. Fout. Hoeveel nekwervels heeft een giraf? Meer, minder of evenveel als de mens? Meer. Fout. Evenveel. Namelijk 7 nekwervels. Vraag 3. Wat is de hoofdstad van Australië? Denk goed na. Dat moet u weten. Dat is Melbourne. Canberra, fout. Dit gaat lekker. Hoe heet de beschermheilige van Ridderkerk? Moet u weten. Sint Joris. Heel goed. Vraag 5. Wie presenteert de Nederlandse Kids Top 20? Dat meisje. Dat is goed. Denk aan uw tijd. Zeg anders pas. Pas. Kim Liam, dat is fout. Vraag 6. Is de afsluitdijk 45, 60 of 90 meter breed? Wat een vraag, heb je gezonnen. Doe maar 45. 45, als u zo doorgaat, het is fout. Het is 90 pak zonder handen uit deze pak. U hoeft niet met uw hoofd in het bak met water, maar ik denk dat uw hoofd wel wat anders gaat voelen. Van de vragen die ik gesteld had u er 1. Goed. Goed gemeld. Yeah.